Districtscommissaris Humphrey Jeru en gezondheidsminister Antoine Elias hebben afgelopen weekend het startsein gegeven voor de bouw van een verbrandingsoven te Atjoni. Dit is gedaan middels het opendraaien van een bouwkraan. Volgens DC Jeru is dit een historisch moment voor boven Suriname. Dat is tori voor boven Suriname en Assange is me betrokken aan de inauguratie van mij. Dat is een feestje aan dat tori voor boven Suriname. Vaak voor mij boven Suriname kring. En president hier Assange heeft gezegd, we moeten ondersteunen naar praxeren die zie. En dit is nou op de stap zijn we teken voor. Je hebt voor werk aan dat naar boven Suriname naar boven Assange. Dat tori voor haar toezelijk van minister Taki. Dat is een perceel land zijn kring die zo lukken aan bouwkraan die spot die trouwiki. Dus het is sorry aan samenhang voor Rocco. Dus de verschillende actoren. We gaan SWM met een afspraak binnen een week. Je mag voor de bouwkraan. De bouwkraan is ook hier kunnen dadelijk te remmen op elkaar verbrandingsoven. Voor kan meekijken. En de watraad is de mag gebruiken ook voor bouw als ziekenhuis. En mijn naam is SWM Taki. En toen de maak ik me maar zijn wanneer doen. Met hem dat amoro beste buis zijn abisai op dat grond. En nooit meer om kon poeren voor pot trouwen. En dat hij begint pot hier. Omdat dat Johnny is ontwikkeld. Dus dat buis zijn de maak pot jaren. Maar buis zijn trouwiki of trajari of bakatuti. De ma kon die geen poeder. No. Na awansa de man overvang moro. De ma poti direct. Dat heb ik ze geëist, van ze geëist. En de ma poti en troep. Minister Elias gaf aan dat het doel van de verbrandingsoven is om huisvuil op een verantwoorde manier te vernietigen. De bewindsman hoopt dat de plaatselijke bevolking de oven goed zal onderhouden. Behalve de verbrandingsoven zal er ook een mini-ziekenhuis worden gebouwd, zegt de minister. Wij gaan hier een heel mooi mini streekziekenhuisje opzetten. Dus de bevolking mag blij zijn. Er gaat ook werkgelegenheid zijn. Ze zijn al bezig met het ziekenhuis. Je moet natuurlijk eerst ontginnen. We willen niet alle bomen weghalen. We willen ook veel natuur rondom het ziekenhuis hebben. Maar ik schat dat tussen nu en ergens midden april de eerste steenlegging hier kan geschieden. En dat zullen we dan iets groters vieren. Vandaag was meer een klein werkbezoekje. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. Hij sprak het afgelopen weekend bij de start van de bouw van de verbrandingsoven te Atjoni.